Vandaag hebben we een heel bijzondere gast bij Broeze, Erdal Balci, met zijn nieuwe roman De Gevangenisjaren. En ik was zo geïntrigeerd dat ik echt Erdal het hemd van het lijf wil vragen. Erdal, welkom bij Broeze. Misschien moet ik gewoon beginnen met... Maar voordat we beginnen, mijn complimenten voor de nieuwe winkel. Dat is echt prachtig. Dankjewel. Ja, heel mooi. Ja. Nou, wij popelen ook om iedereen hier weer uit te nodigen en als klant rond te lopen. Ja. Maar jij hebt straks, je kunt gewoon straks even rondlopen met heel weinig klanten. Ja, goed. De gevangenisjaren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, je wordt dan eigenlijk meteen geconfronteerd met je eigen vooroordelen. Ik weet dat ik vooroordelen heb, want die titel, waar komt de titel vandaan? Nou, het is een hele goede samenvatting van die 18 jaar dat ik van mijn 11e tot mijn eind jaren 20, dus die periode hoe ik me heb gevoeld. Dus het is een uiting van een emotie. Niet dat ik daadwerkelijk tussen vier muren heb geleefd. Integendeel, ik heb ook best wel genoten van Nederland als jongeman en als kind. Maar als het kwam op zelfontplooiing en op latere leeftijd ook intellectuele ontwikkeling, voelde Nederland op een gegeven moment wel als een gevangenis. Het belemmerde mij in mijn ontwikkeling. En het boek heeft ook verwijzingen naar de bekende film, Shawshank Redemption. Ja. Die twee, dus de combinatie van die twee, ik dacht de gevangenisjaar is een mooie titel. Ja, je hebt natuurlijk letterlijk een gevangenis en figuurlijk een gevangenis. Maar door wie was je nou het meest gevangen? Door de Turken of door de Nederlanders? Want dat is in het boek toch wel een spannende exercitie. Ja, aanvankelijk dacht ik dus dat het eerst de Turkse vrienden en kennissen was. Dat zij ons gevangen hielden, want zodra wij hier aankwamen in de jaren 80, werden we meteen teruggeworpen in de tijd. Ja. Dus als kind in Turkije was ik bezig met ik zeg zelf met de wandeling naar het licht. Dus de verlichtingsidealen kregen we mee en ons stadje in Turkije was best wel links en socialistisch en zo. De jongeren waren heel actief. En we kwamen hier en we hebben dus meteen teruggeworpen in een tijd die zelfs voor Turkije achter de rug was. En aanvankelijk dachten ze dat mijn gevangenis was en dat ik dat moest ontvluchten. En ik heb ook mijn best gedaan om dat te doen, maar zodra ik bij de Nederlandse gemeenschap kwam ik erachter dat er niet alleen Cipiers waren, dus de Turken, maar ook een dikke muur en daarboven ook prikkeldraad. Dat was de cultuurrelativistische klimaat, de atmosfeer, zeg maar, die ons niet als een van hen beschouwde. Dus we waren mensen van een minderheid, moslims, Turken, en ze wilden ons heel graag, en dat deden ze ook, terugwerpen in dat hokje waar ik uit wilde komen. Ja. Ik wil toch een vergelijking maken en echt corrigeer me als je vindt dat ik totaal verkeerd zit. Ik denk ook heel vaak, het gaat ook heel vaak over stad en platteland. Ik heb bijvoorbeeld ongelooflijk genoten van jouw verhaal met de geit. En waarom heb ik daarvan genoten? Omdat ik zelf... De koe. En waarom heb ik daar zo van genoten? Omdat ik zelf van de boerderij kom. En ook eigenlijk toen ik naar de stad ging, naar school, werden wij altijd een beetje bekeken als, oh, daar hebben we die boeren van het platteland. En dan zie ik toch ook wel heel veel parallellen. En dan denk ik, is het eigenlijk niet een universeel probleem dat je komt ergens vandaan, ik ging van het platteland naar de stad en toen naar Amsterdam, naar Atheneum, naar een hele intellectuele omgeving. Snap je dat ik daar enige parallellen zie? Maar ik denk niet dat het helemaal hetzelfde is, want
We kwamen hier terecht in het hart van Nederland, in Utrecht, in een zeer ontwikkelde stad. En we hadden de wil om die moderniteit in te stappen. Dat vuur was best wel sterk, dat wilden wij. En het duurde niet lang voordat wij erachter kwamen dat het helemaal niet de bedoeling was. Voordat ik het door had, zat ik op de Koranschool. Ja. En dat was ondenkbaar in Afghanistan, waar ik dus als kind opgroeide. Mm-hmm. Het heeft heel lang geduurd voordat ik daar verklaringen voor kon bedenken. Want dit boek moet ook uitleggen, duiden, wat de filosofische en de politieke oorzaken van die gevangenisjaren waren. Ja. Dus er wordt wel heel veel boeken geschreven over ontroerende verhalen van mensen, van migranten, van mensen met een migratieachtergrond en zo. Dit is ook een ontroerend verhaal in mijn ogen. Tegelijkertijd is dit ook een onderbouwing van, filosofische en politieke onderbouwing van hoe het allemaal kwam en hoe het eigenlijk ook verder moet. Ja, zie je bijvoorbeeld nu in de politiek, want dat ergert mij ook wel heel erg, dat er wordt zoveel gewerkt aan de kloof en om die kloof alsmaar groter te maken. Terwijl ik denk, wij als mensen hebben toch eigenlijk de meeste dingen gemeen, in plaats van aldoor maar die verschillen te benadrukken. Ja, ik wil ook zo min mogelijk verschillen zien, hoor. Ja. Maar de praktijk is een andere, hè? Dus de verschillen worden nu omarmd in het huidige tijdperk. Het grote werk eraan om die verschillen kleiner te maken, dus in mijn ogen is de ideale samenleving in een gebied als West-Europa dat er heel mooie verschillen zijn, dat er multiculturele gemeenschappen zijn, maar dat we wel onder de paraplu van de Europese moderniteit leven. Ja. Want doe je dat niet, dan geef je onderontwikkelde culturen en achterlijke culturen, misschien religies, een vrij brief om vrouw, kind en individu te onderdrukken. Hè? Dat zeg ik ook in het boek. Ja. Dus tegenwoordig is het ook heel erg in de mode om te zeggen verbinden, verbinden, verbinden. Mm-hmm. Iedereen wil verbinden. En ik ben juist heel erg tegen verbinden. Ik wil die achterlijkheid, de onderontwikkeldheid, de misstanden, die wil ik allemaal bestrijden. Ik wil niet verbinden. Nee. Dat is misschien voor veel mensen schokkend. Ja, nou, ik wel dat is niet wel van mijn hart. Ja, maar daar schrik ik dus inderdaad wel van. Omdat ik zie eigenlijk de grote gemene delers. En ik heb dan heel veel gereisd. En ik had je net verteld, ik ben ook heel veel in Oost-Turkije geweest. Ja. En ik voel altijd verbinding. Ja. En die verbinding bestaat er ook uit. Natuurlijk dat ik weet wie ik zelf ben. En wat ik van andere mensen wil, is inderdaad ook die verbinding voelen. Omdat ik denk, de grootste gemene deler is de mens. En natuurlijk keur ik het af. Maar daarin heb jij volgens mij zelf ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door anders naar vrouwen te leren kennen. Want er komen ook wel heftige passages in je boek voor over bijvoorbeeld je moeder. Ja, ik wil dus met iedereen verbinden. Die vrouwen, zoals in mijn boek, die vrouwen die daarin voorkomen. Die vrouwen niet wil onderdrukken. Met die personen wil ik wel verbinden. Ja. En mensen die kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot wie ze willen zijn. Mm-hmm. Met die persoon, met al die mensen wil ik verbinden, maar ga je een ideologie opleggen, een religie opleggen, ga je ze onderwerpen aan dogma's en aan religies, dan ga ik jou bestrijden. Dus dat is mijn uitgangspunt. Ja, en weet je. Dat is voor mij makkelijk, omdat ik natuurlijk ook ben opgevoed met het idee, je wordt wie je bent. En dat merk ik ook heel duidelijk in jouw boek, dat je daar heel erg tegen ageert. Dat iedereen in een schabloontje wordt geduwd, waar je eigenlijk niet in... Ik vind ook van, kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, tot wie ze eigenlijk in de kern zijn. Ja, dat volg ik na, hè? Ja, ik ben heel ver, omdat ik... een levenslange strijd heb geleverd om te worden wie ik ben. Ja. En dat kun je in het boek volgens mij ook heel goed zien. Wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb een gevangenis moeten ontvluchten. Ja. Dat is heel moeilijk geweest. Dat is een heel lang proces geweest. En ik ben dus. Ik heb Nederland verlaten en ik ben naar Turkije gegaan omdat ik
geen andere keuze meer had. Omdat ik eigenlijk wist dat daar voor mij de mogelijkheden waren. Ja. Om te worden wie ik nu ben. Dus ook, ja. Voor die intellectuele ontwikkeling. Ja. Ja. Ja, je voert natuurlijk ook niet voor niks Floor op in je boek. Mm-hmm. En Floor is streng christelijk opgevoed. Ja. Heeft zich ook ontworsteld. Ja. Want ook in Nederland hebben we keurslijven. Ja. En ik weet dat je me nu aan gaat vallen, maar daar ben ik niet bang voor. Okay. Weet je dat ik ook wel vind dat wij als vrouwen in de westerse samenleving ook veel zijn kwijtgeraakt. En ik zal het proberen uit te leggen. Ik heb heel veel gereisd, ook in Tunesië, langs de Sahara. En ben daar ook op bezoek geweest bij nomadenvolk. De vrouwelijke solidariteit daar, en bestrijd me, maar de vrouwelijke solidariteit, toen ik dan terugkwam in Nederland, dacht ik, wat missen wij eigenlijk als vrouwen in de westerse samenleving? En ik mis dan vooral die verbondenheid. En het is heel moeilijk om dat uit te leggen. En toch, ja, iedere keer als ik daar weer terug kom, denk ik, ja, dat zijn wij kwijtgeraakt. Wij vrouwen nemen elkaar de maat in. Heb je kinderen? Heb je een carrière? Hoe zie je eruit? Ben je niet te dik, te dun, te oud, te dit, te dat? Ja, val me aan! Nee, ik val jou zeker niet aan. Nee. Ik zou een boekje over zeker wel willen lezen van jouw hand. Ja, maar weet je, dit is een ingewikkelde discussie, omdat je dan altijd wordt aangevallen, ja, nou, en die vrouwen worden als achterlijk behandeld. Dat heb ik niet zo gezien. Want... Nee, maar hoe zit het dan met contacten met de mannen daar, relaties met de mannen? Ze zijn onderling dus erg... Ze zijn onderling heel erg met elkaar... Ik ben niet in Tunesië geweest. Nee, weet wel dat dit was het Tunesië voordat daar ook dingen veranderden. Ja. Dat vrouwen gingen daar naar de universiteit en vrouwen mochten bijvoorbeeld scheiden van hun man. Vrouwen mochten een abortus. Dat is nu veranderd, want als je er nu komt zie je heel veel vrouwen met een hoofddoek, ja. Waar ik dan heel erg van schrik. Ja. Ik ben begin 80e jaren naar Egypte geweest. Ik heb daar de meest sprankelende vrouwen ontmoet. Als je daar nu naartoe gaat, schrik je je wezen. Maar dat geldt ook voor Turkije, hè? Ja, jaren 80, jaren 70 van Turkije. Ik denk dat de jaren 60, 70, die periode in het Midden-Oosten ook een voorbeeld is voor het huidige Europa. Want waarom was het destijds veel aangenamer dan nu? Omdat de rol van de religie veel, veel minder was. Ja, ja, ja. Mensen waren wel gelovig. Maar het stond niet in het middelpunt van hun levens. Hè? Dus dat heb ik als kind meegekregen. Maar ja, door te doen van ook buitenlandse machten natuurlijk. Ze waren zo bang voor de Sovjet-Unie. Dat ze de politieke islam hebben gefinancierd. Amerika en de NATO. Dat is een heel andere discussie natuurlijk. Ja. Maar het resultaat is zeer bedroevend. Ik denk dat we terug moeten, ook in het Midden-Oosten, in Turkije, misschien ook in landen als Tunesië en zo, in Egypte, naar gemeenschappen waar mensen veel meer individu zijn, gewoon naar mooie muziek luisteren, boeken lezen en zich ontwikkelen. Het is gewoon waar een individu, waar een vrij individu mee bezig is, zijn veel minder de religie en de groep, de groepsdruk. Ja. Dat is een wereldwijd probleem en de laatste decennia zeker ook een probleem in West-Europa. Ja. Kijk, weet je wat ik ook wel eens denk? Als ik denk aan de emancipatie van de vrouw, dan denk ik, ja, mijn moeder is geboren in 1926, ze is er niet meer, maar ik heb veel van haar geleerd, het was een ontzettend sterke vrouw. Toen zij ging werken in haar huwelijk met 3 kinderen, werd zij verguisd in het dorp. Ik kom uit een heel klein dorpje in Friesland en dan denk ik, emancipatie kost tijd. Ja, het kost tijd, maar het is een grote vergissing om te denken. 50 jaar, 100 jaar geleden hadden wij het hier ook lastig. Het duurt dus voor de moslims, dus de gemeenschap waar ik uitkom, ook zo'n 50 jaar, dus over 10 jaar of zo zal het wel goed zijn. Dat is een grote vergissing. Ben je pessimistisch daarover? Nou, ik denk dat het geen 50 jaar zal duren, maar 2000 jaar.
Omdat in de basis van het christendom de liefde is. Hè? Dus dat, in het boek heb ik dat ook, dat Jezus gewoon heel slim heeft gehandeld en gezegd, God houdt van jullie. Ja. En zo kun je heel veel mensen met die liefde, die je volstopt, warm maken voor jouw denkbeeld, voor je geloof. Ja. En bij de moslims moet het nog beginnen dat God van de mensen houdt. Ja. Dat is helemaal, dat komt niet ter sprake. Dus het verschil is wat dat betreft ontzettend. En ik weet niet of wat de juiste benadering hiervan is. En misschien minder bezig zijn met geloof. En nieuwe generaties die heel anders over het geloof denken en zo. Ja. Maar een bijdrage is misschien ook dit soort boeken schrijven. Ja, absoluut. En ik denk ook dat. Mijn bedoeling is, niet dat alleen Nederlanders het boek lezen, maar ik zou heel blij zijn als 10, 15 jongeren uit de Turkse of Marokkaanse gemeenschap dat lezen en als inspiratie is. Ja. Nou, dan ga ik er nog eens eentje in gooien. Er komt gewoon heel veel leuke en soms ook minder leuke seks in voor. En daarin ben jij een man en ik denk, we hebben nog steeds een dubbele moraal. Want ik weet nu een jonge Turkse vrouw die een boek schrijft, die nu bescherming nodig heeft. En jij bent hier met een fantastische entourage en je beweegt je vrij in de ruimte. Ja, ik heb ontzettend te doen met Lario. Hoor. Ja, ik heb haar ook een prikkel gestuurd. Oh, dat is fijn. Is echt te triest voor woorden, wat daarover komt. Ongelooflijk. Ze is nu als doel uitgekozen, maar ook mannen worden wel als doelwit uitgekozen. Hè? Dus je weet wat met Salman Rushdie is gebeurd. Ja, zeker. In Turkije zijn echt niet alleen vrouwen vermoord, maar ook best wel tientallen intellectuelen systematisch uitgemoord door aanhangers van de politieke islam. Ja. Het is triest, maar ik ben wel trots op Lale dat ze het heeft gedurfd. Ja. Ja, ze komt aanstaande maandag bij ons en we zullen haar met open armen ontvangen. Ja. Maar ik moet daar toch ook een beetje, weet je, ik word daar ook wel verdrietig van. In de zin van, lieve hemel, het is 2021 en dit is dus nog steeds aan de hand. Maar het is wel een hele moeilijke discussie. Hè. Kijk, in het boek heb ik het zeer moeilijke gesprek met Marije. Ja. Ik wil seks hebben met haar. Ja. En ik ben dan de zogenaamde verlichte jongen die neerkijkt op de andere Turken en zo. En zij confronteert mij met de bittere waarheid. Ja. En daar heb ik dus ook eerlijk over geschreven. Ja. En ik heb ook die hele scène afgesloten met mijn angst. Volgens mij was het andere ding, maakt niet uit. Nee. Maar het monster van de feodaliteit, hè? Ja. En ik ben dus bang dat die nog steeds ergens in mij zit en dat die wakker wordt. En dat heb ik ook geschreven. En, een goede graadmeter is voor mij, als ik daarover twijfel, dan kijk ik naar mijn dochters. Ik heb twee dochters, van 22 en 18. Dan zijn ze vrij, ben ik niet naar hen toe. En zijn ze blij met hun vader. En, nogmaals, vrijheid. Doen ze waar ze zin hebben, mogen ze fietsen hebben. Dat mag dus allemaal. En dan denk ik van, oké, het monster in mij slaapt nog steeds. Ja. Dat is ook fijn om te horen, omdat ik altijd denk, hebben bepaalde mannen dochters en hoe gaan ze daarmee om? En ik ben dan toch wel een beetje geneigd, maar val me maar weer aan, om te denken, de moeder is heel vaak de sleutel in dit verhaal. Omdat moeders zo graag willen dat hun kinderen vooruitkomen, dat ze de taal goed leren spreken. Want ik vond ook bijvoorbeeld heel mooi ontroerend dat jij zei dat er iemand in jouw geschiedenis is geweest die jou niet een 6 gaf, maar een 8, zodat je verder kon. En dan denk ik, soms heb je dat ook gewoon nodig. Mensen die iets voor je doen. Ja, uiteraard. Ik ben heel blij met de mensen met idealen. En niet, die mensen die niet bang zijn om voor paternalisten uitgemaakt te worden. En gewoon iets zien in iemand. Dat geldt trouwens voor Floor ook. Hè? Ja. Zij heeft mij aangestuurd om iets anders te doen door alleen maar eerlijk te zijn. Ja. Dus, ik vond die Floor als karakter in het boek echt geweldig. Ja. Want ook hoe je dan beschrijft, en het is best ongemakkelijk
Omdat je natuurlijk dromen over haar hebt. Zij is een soort ideale vrouw. Ja. En dan komt ze met die hele harde dingen. En dat vind ik wel heel erg prettig en mooi aan het boek. Maar zij is wel de enige in heel Nederland die... Die zegt wat ze denkt en die mij beweegt om anders te worden. En we hebben een uitdrukking, zachte, stinkende wonden, maar dat doet Floor niet aan. Nee. Ik vond het echt een geweldig, of vind het echt een geweldig en mijn moeder, wat mijn moeder betreft, zij is het grootste slachtoffer van iedereen. Vind je jezelf nou journalist of romancier? Dat is een lastige. Nee, dat vond ik wel leuk. Ik ben nu wel romancier, maar ik denk wel dat mijn fictie veel heeft aan mijn journalistiek verleden. Dus dat ik dankzij mijn journalistiek verleden geschiedenis geloofwaardiger kan schrijven, denk ik. Ja. En mijn journalistiek werk, ik schrijf nu columns en toen ik ook journalistieke stukken schreef, hadden wel de smaak van literatuur, omdat ik allebei doe. Ja. Dus het is voor de beide kanten is het goed geweest. Maar ja, mijn grote passie ligt natuurlijk bij romans. Ja. Nou, er zitten zulke prachtige passages in je boek. Daar heb ik echt, weet je, die heb ik gelezen en herlezen. Ik dacht van, ja, wat kun je dingen toch prachtig opschrijven. Dankjewel. Weet je, dat is natuurlijk de kracht van zo'n boek. En ik vind ook... Daarom, we gaan het hier ook goed verkopen, omdat ik denk, dit is een boek wat gelezen moet worden, omdat het juist de verbeelding, en dat hebben we zo nodig in deze tijd. En ook het poëtische, nou dat doe je zo, ja, ik zou het hele boek wel voor kunnen lezen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar ik heb een paar dingen waar ik zo van heb genoten, dat ga ik voorlezen. Heel af en toe, je bent dan al in Nederland, en... Je woont in Utrecht, in deze mooie stad. Heel af en toe wilde moeder ook naar de Lappenmarkt. Dan liepen we verder de binnenstad in en kon ik naar de huizen kijken en fantaseren dat de sprookjeshelden in deze straat hadden gewoond. Ik zag in mijn verbeelding huizen van taart waar die sprookjesfiguren van aten. Ik keek naar de bootjes die zo stil als zwanen over het water van de kanalen zweefden. De geur van patat die onze kant op kwam, hoe ik ernaar snakte, maar nul op het request kreeg, omdat die vriendin vol hield dat de patatverkopers in de olie niet alleen de patat bakten, maar ook varkensvlees. Destijds had ik niet van Vermeer en Rembrandt gehoord, maar ik wist zeker dat begenadigde schilders hadden besloten om deze huizen schouder aan schouder langs de grachten neer te zetten, als een gedicht van de dans tussen de regen die op het water viel en het zonlicht dat kwam en ging. De stenen van de straten waren als het kantwerk in de bruidsschat van mijn zussen. De stad ademde niet alleen vrede, maar ook de belofte van zachte woorden en liefdevolle stremen. Mijn hemel, wat mooi. Dankjewel. Nee, jij bedankt. Ja. Er staan nog heel veel andere mooie passages in. Dit is een heel ander, dit gaat niet over de taal. Maar ik wil je hier wel iets over vragen. En nu moet je me wel verbeteren, hè, mijn Turks. Oké. Okay. Ömer? Ömer. Ömer? Ja. Theoman? Ja, dat is goed. Theoman en Camille? Ja. Had ik zien verdwijnen in het labyrinth van plattelandscultuur, migratie, religie en een wereld die ontzag en haar schouders ophaalde. Ze waren als paardenbloemen die door reuze kaal werden geblazen. Om door te kunnen gaan, konden ze niet anders dan zich in een prettige bries wanen. Dat is een heel mooi passage, maar er zitten heel veel lagen in. Ja, kijk, ik ben ook trots op die passage. Ja, is heel het is wel, kijk, Nederlands is niet mijn moedertaal, maar mijn eerste boek heb ik trouwens in Turks geschreven, dat is in Turkije gepubliceerd. Mm-hmm. Het duurde voor mij heel lang om de moed bij elkaar te rapen om toch in het Nederlands literatuur te schrijven. Mm-hmm. En toen dacht ik, kijk, mijn moedertaal Turks zijn als mijn benen. Ik loop er al mee. Mm-hmm.
Als het nodig is, kan ik dat altijd gebruiken om boeken te schrijven. Maar ik wilde me toch richten op Nederland. Dus dat is veel meer mijn land. Ja. En Nederlands beschouw ik tegenwoordig als een fiets. Dus dat heb ik ook leren rijden. Ja. En die moet ik wat vaker onderhouden, goed mee bezig zijn en dingen voorkopen en zo. Ja. Het is niet zo makkelijk als de benen waar je mee doet. Maar het kan je ook verder brengen. Dat gaat dan gewoon lopen. Ja. En het grote gevaar voor mij als iemand met een Turkse achtergrond was dat ik dat mijn literatuur ook te veel barokversieringen, zo'n taal zou worden. Ja, ja, ja. Dat heb ik gelukkig niet, dat is mijn Nederlandse deel, zeg maar. Ik ben genoeg Nederlands om dat niet te doen. Maar dit soort zinnen, dat is wel pure creativiteit. Ja. Het is ook hard werken. Ja. Ja, dus je doet het niet in 30 seconden of zo. Hard, nee, nee. Ja. Maar ik als lezer, ja, weet je. Dat stijgt zo uit boven maar gewoon wat woorden achter elkaar zetten. Dat is ja, ook het ritme van de taal en de poëzie. En ik vind dat ongelooflijk knap. Want ik ben ook niet in het Nederlands opgevoed, in het Fries. En daar kunnen mensen een beetje lacherig over doen. Maar er zijn woorden in het Fries waar ik geen Nederlands equivalent voor kan vinden. Okay. Heb jij dat ook? Ja, ik heb zelfs in Aardehand dialect, dus het dorp waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Maar het kan ook een rijkdom zijn. Hè? Ik weet een zin dat ik als journalist werk en dat ik de redacties naar de mond praat en telkens met artikelen terugkom waar ze gek op zijn. Mm-hmm. En dan zeg ik, dan werd weer honing om mijn lippen gesmeerd en dan ging ik weer verder. En dat is een Turkse uitdrukking. Dus ja. Daar kun je ook uit putten, ja. uit je moedertaal, andere talen en zo. En dat past prima daar, dus waarom niet? Ja. Ik wil toch nog een ander onderwerp ook aankaarten en dat is het geloof. Ja. Je bent daar wel duidelijk over in het boek. Maar ik heb zelf de dansende dervischen bezocht en Nederlanders weten eigenlijk heel weinig over de islam of hebben daar een ja, ondertussen meer hoor, denk ik. Het is wel, ja, maar bijvoorbeeld de Soefi-beweging. We hadden een hele beroemde professor, die is ook nog minister geweest, professor Witteveen, die was soefist. Ja. En ik denk, geloof bindt mensen ook. Ik bedoel, autonomie is een groot goed, maar geloof is ook iets wat ons bindt. Wat, weet je, dat is een ongeschreven taal. Die mensen ook ja, gerust kan stellen, je hoort ergens bij. Of heb je echt zo'n aversie van dat geloof? Nou, ik weet heus wel dat het ook troost kan bieden. Hè? Ja. Voor veel mensen is dat een troost dat ze na de dood misschien naar het paradijs zullen gaan. Ja. Maar ik vind het persoonlijk veel eerlijker en veel dapperder om te zeggen, ik heb. Het is een wonder dat ik op aarde ben, dat ik geboren ben, want er moeten echt miljarden en miljarden toevalligheden bij elkaar komen, waardoor jij geboren wordt. Yeah. En dan dat geluk meekrijgen en een beetje normaal leven leiden. En als je daar niet super blij mee bent, dan weet ik het ook niet. En voor mij is het is het doel om gelukkig te zijn met de mensen die mij dierbaar zijn en een goed leven te hebben en eerlijk over de dood en over de religie te denken. Ja. Over geboorte gesproken, er is een heel mooi beeld in het boek van eigenlijk wordt er met een nieuw kind ook pijn en verdriet geboren. Ja. En dat vind ik dus ook heel eerlijk en dat schrikt mij ook niet af. Ja, dat ook bij het leven. Hè? Ja, precies. Maar het is ook, wat ik zeg, miljarden toevalligheden die komen bij elkaar. Ik ben het vijfde kind, jongste, vijfde kind. En ik heb mijn bestaan aan de armoede te danken, zeg ik altijd. Als ze niet zo arm waren geweest en aan geboortebeperkingen had gedaan en zo, dan was ik helemaal niet geboren. Dus, nee, ja. Ja. Hm. Ja.
Nou, gelukkig ben je dat. Je hebt een ongelooflijk mooi boek geschreven. Ja, dank je. Ik wil je bedanken. Er is hier nog veel meer. En de kijkers kunnen zelf wel even kijken. En het luisteren naar de muziek. Dank je wel voor je prachtige boek. Dank je wel voor de uitnodigingen. Heel blij mee.